Ontketent Trump een handelsoorlog? Daar begint het toch wel wat naar uit te zien. In zijn inauguratiespeech was hij toch zeer America First tegen vrijhandel. Hij heeft ook op zijn eerste werkdag het TPP-akkoord met Azië opgezegd. Over Europa heeft hij eigenlijk nog niets gezegd. Dus we weten niet als hij TTIP gaat stopzetten en als hij ook douanetarieven met Europa gaat optrekken. Hij zei wel dat er meer hogere douanetarieven gaan komen, maar hij heeft nog niks over Europa gezegd. Maar het ziet er toch wel naar uit dat er stilaan een handelsoorlog dreigt.